En de onderhandelaars, velen van hen doorwinterde politici, raken het niet eens en soms zitten ze zelfs binnen dezelfde partij niet op één lijn. Hoe kijkt de jongere generatie aan tegen de protestacties? Steven de Kranen trok naar een paar Vlaamse jongere voorzitters. Ze zijn jong en wie weet wel de politici van morgen. Dus willen wij meteen weten wat zij over de huidige politieke situatie denken. Ik denk dat iedereen wel het gevoel heeft dat het lang duurt. Maar het gevolg dat je daaraan geeft is wel verschillend, denk ik. Ik denk dat de mensen die niet aan de onderhandelingstafel zitten, willen dat er een oplossing komt, een compromis komt. En dat de mensen die aan de onderhandelingstafel zitten, momenteel zeer sterk bezig zijn met hun eigen gelijk en met symbooldiscussies en niet met een oplossing. Dat is ook het gevoel van initiatiefnemers van de manifestatie No Government, Great Country. Vijf jongeren organiseren zondag een mars door Brussel om te betogen tegen het uitblijven van de federale regering. Via Facebook en Twitter lieten meer dan 22.000 mensen weten overmorgen mee te stappen. Wel, ik denk dat de jongeren vooral het signaal willen geven dat er oplossingen moeten komen. Oplossingen voor de vele problemen die er zijn, de uitdagingen die er zijn voor onze generatie. En ik vind dat er een oplossing moet aangereikt worden vanuit de politiek, dat we moeten tonen dat wij vanuit de politiek rekening houden met die problemen van de jongeren. Om dat te doen, moeten we natuurlijk een aantal hervormingen doorvoeren en moet er ook een staatshervorming komen, anders kunnen die problemen van de jongeren niet aangepakt worden. En dat is een signaal die betoging moet geven. Het is een zeer brede oproep, denk ik, vanuit de jongeren, wat heel belangrijk is. En het mooie ook is voor ons dat het een apolitiek gebeuren is, dat wij ook ten volle respecteren. Het signaal dat die jongeren geven is, we zijn het beu. En ik denk dat heel wat mensen het beu zijn, wij dus ook vanuit Animo. Maar natuurlijk geven wij daar ook een inhoudelijke boodschap aan, maar wij respecteren wel ten volle dat apolitieke karakter. Opvallend, terwijl Jong CD&V en de Jong Socialisten van Animo op hun website leden oproepen om dit weekend op straat te komen, blijft Jong N-VA thuis. Wij hebben besloten om niet mee te doen aan deze betogingen, omdat wij de indruk hebben dat deze betoging er vooral op gericht is om snel een regering te vormen, gelijk welke regering. Terwijl Jong N-VA ook een regering wil, maar enkel een regering die het volledige systeem aanpakt van onze staat en de socio-economische problemen oplost. Dit is wat mij betreft zeker geen betoging voor een status quo. Dit is een betoging die ook opkomt voor zaken waar ook Jong N-VA voor opkomt. Voor een verandering in dit land, voor een staatshervorming, voor een structuur die werkt, voor een mogelijkheid om de toekomst voor te bereiden. En wij hebben gekozen om mee te stappen als anderen daarvoor kiezen om dat niet te doen. Uiteraard hun keuze. Maar we strijden wel nog steeds voor een groot aantal zaken op dezelfde punten. Maar hebben de N-VA-jongeren geen punt wanneer die menen dat de betoging vertrekt vanuit een conservatieve Belgische reflex? Voor mij is het wel krachtig om te zeggen wij zijn het beu, omdat we op die manier ook wel een antwoord terugverwachten van de politiek. Wij komen zondag op straat en wij verwachten maandag een antwoord van de politiek. De vergelijking gaat niet helemaal op, maar natuurlijk op een moment toen een hele generatie de Berlijnse muur ging bestormen, zaten er ook verschillende meningen tussen. Ik hoor van de organisatoren ook het geluid dat het niet zomaar een snelle regering moet zijn, maar een goede regering moet zijn. En zeker als de jonge generatie vandaag in deze tijden opstaat, dan kan dat enkel zijn om te pleiten voor oplossingen, waarbij ook een staatshervorming en een aantal stevige hervormingen in dit land daarbij horen. En ondertussen, net tegenover het Warandepark, proberen journalisten een glimp van het triumviraat op te vangen. Hier zwoegt onze huidige generatie politici om toch ooit een alomvattend politiek akkoord tussen Nederlandstaligen en Franstaligen en tussen links en rechts te vinden. Wij begrijpen dat het lang duurt, omdat de verschillende onderhandelingspartners die bij elkaar zitten een heel andere achtergrond hebben, een heel andere kijk hebben op de zaken. En het is ook normaal als je een grondige hervorming door wil voeren, dat die onderhandelingen lang duren. Dus wij begrijpen dat het lang duurt, maar wij zijn enkel tevreden als het grondig gedaan wordt. Jong CD&V en Animo willen ook de antipolitiek bestrijden door zondag mee te doen. De manifestatie is voor iedereen die een oplossing wil, zeggen ze, jong en oud. Weet u of er CD&V-kopstukken zullen meestappen? Daar ben ik niet van op de hoogte wie allemaal aanwezig zal zijn. Ik weet dat heel veel mensen van de jonge generatie aanwezig zullen zijn. Een signaal zullen geven dat er iets moet gebeuren, dat de toekomst van de jonge generatie moet veiliggesteld worden. Maar Wouter Beke niet? Ik heb nog niet van Wouter gehoord of hij aanwezig zal zijn of niet. Maar Wouter natuurlijk doet rond de onderhandelingstafel zeker zijn bijdrage in dit verhaal.